sir. You are the devil himself. Shouldn't judges at least pretend to be impartial? Hallo kijkers van Harm Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Wat een eer dat ik in 2021 weer filmpjes mag maken voor jullie de kijkers. Het is vandaag 1 januari 2021 als ik dit opneem. En ik ben ontzettend dankbaar dat jullie de moeite hebben genomen om deze video aan te klikken. Want het is dus de allereerste video van 2021 die ik ook opneem in 2021. Want ik probeer er een heel klein beetje voor te werken met de woensdagvideo's. Maar daar zijn we terug. Vandaag gaan we het hebben over twee van mijn favoriete series op dit moment. Serie 1 is The Blacklist. Whoever betrayed me is out there. Someone close. Serie 2 is The Blacklist Redemption. We handle cases that are legally questionable yet morally justifiable. Dus laten we heel snel beginnen met de aflevering. Ergens nadat ik Casa de Papel heb uitgekeken, kwam ik zomaar op Netflix bij het kijken van wat verschillende series. Eerste aflevering pilot kijken, past er bij je, past niet bij je. Op de serie The Blacklist. En het is een intrigerende scène. Serie. Op dit moment heb ik al meer dan 100 afleveringen van The Blacklist gekeken. I know, ik ben echt heel erg verslaafd aan de serie. En nu zit ik net in seizoen 6. En van seizoen 6 heb ik hier ook de trailer waar we samen op gaan reageren. Het verhaal van de Blacklist is in heel kort dit. Er is een man, Raymond Reddington, de Concierge of Crime. Bijna 3 keer 10 jaar lang uit de handen gebleven van elke politie. Een beetje de gevaarlijkste crimineel van de hele wereld. En die is gearresteerd. Raymond Reddington, fugitive to the United States, has been arrested. Hij heeft moorden gepleegd, drugs gedeeld, geheime dingen gestolen, papieren van de overheid. Eigenlijk altijd was hij aan niemand loyaal behalve aan de hoogste bieder. Hij was een beetje de duivel zichzelf. You have been the FBI's number one most wanted. A federal criminal for nearly 3 decades. Sir, you are the devil himself. Shouldn't judges at least pretend to be impartial? Eigenlijk de hele wereld is tegen Raymond Reddington en daarom is hij nu opgepakt. En het lijkt erop alsof nog niemand iets kan doen om hem te redden. Reddington must answer for what he has done. De overheid die maakt plannen om deze man te executeren. You'll be held in federal prison until we execute you. Maar de enige reden waarom hij in seizoen 6 gearresteerd is en niet in seizoen 1 tot 5 is doordat iemand hem verraden heeft. En de vraag van seizoen 5 is, van seizoen 6 is, wie heeft hem verraden? I need your help to find whoever did this. Whoever betrayed me is out there. Maar natuurlijk is dat niet de vraag, want je komt er in aflevering 2 van seizoen 6 achter. De vraag is, gaat hij ontsnappen? En natuurlijk is dat ook niet de vraag, want ik gok dat hij binnen 10 afleveringen eruit is. Maar ik ben nu net, heb ik seizoen 2 gekeken, zijn aflevering 2 gekeken. Dus I don't know. Maar ik heb ook geen idee wat de vraag van dit seizoen gaat zijn. Maar deze trailer zag er zo intens goed uit. Someone close. It's time to go to work. Ik was echt trots op deze trailer. Het is de allereerste keer dat deze serie een trailer maakt. En dan is het dit. Ik ben helemaal in love met deze show. Maar er bestaat geen enkele goede werkende serie zonder een spin-off. En The Blacklist heeft ook een spin-off. Genaamd The Blacklist Redemption. Blacklist Redemption gaat over Tom Keen, Matthias Salomon en Susan Hargrave. Die een eigen intelligence hebben om de gevaarlijkste criminelen van de hele wereld te pakken zonder de overheid er iets mee te maken heeft. Whatever you think you know about Tom Keen, forget it. The man is an extremely talented covert operative. Tom Keen is een leugenaar, een man van een vrouw, een vader, maar ook een killer, een extremely dangerous covert operative. But you ever take one of those jobs just to pay the rent and you find out that you're good at it? En
hij is een soort James Bond, de allerbeste geheimagent ooit. Nummer 7 op de blacklist van de gevaarlijkste criminelen die over de hele wereld bestaan. En hij werkt samen met Susan Hargrave. Dat is zijn moeder. Dat weet hij wel, maar dat weet de moeder niet. Tom Keen, I've been looking everywhere for you. Dan vraag je je af, hoe komt dat? Misschien kom je daar in de serie wel achter, maar ik ben nog maar bij aflevering 3. Got a lot of work to do. Susan Hargrave is a brilliant strategist. Hargrave's people do the work the Bureau can't. En deze Susan Hargrave is nummer 18 op de lijst van de gevaarlijkste criminelen. En die heeft dus haar hele eigen intelligence om eigenlijk haar slechte verleden goed te maken in het heden. Door enorm gevaarlijke missies aan te gaan die de FBI en de CIA niet eens durven. En dan is een soort van de derde hoofdpersoon van deze serie Matthias Salomon. Nummer 32 op die lijst. Ook een enorm gevaarlijke geheimagent. Maar hij is wel de man die humor brengt in deze serie. Matthias Salomon, one of my best men. I trusted you to work with him. Matthias Salomon moest in een eerdere missie de bruiloft van Tom Keen helemaal overhoop schieten. Dus Tom en Matthias zijn een beetje elkaars tegenpolen in de serie. Wat gewoon hilarisch is. You shot him. Has a stomach slightly scarred, but just as beautiful. En je merkt ook de humor in deze serie meteen. Dat hij heeft dus die Matthias Salomon in zijn maag geschoten. En dan vraagt hij gewoon zodra hij hem tegenkomt. Hoe gaat het met je maag? We handle cases that are legally questionable yet morally justifiable. En deze three of the most dangerous blacklisters zijn samen een soort geheime organisatie. Met zaken die eigenlijk niet legaal zijn, maar wel heel erg goed om op te lossen. En dat is Blacklist Redemption. I don't know if I should be thrilled or terrified. Maybe it should be a little above. Iedereen die Netflix heeft, kan volledige Blacklist seizoen 1 tot met 6 kijken. En seizoen 7 komt ergens in komende 2 maanden online op Netflix. The Blacklist Redemption is een lastiger verhaal. Als je de serie echt heel leuk vindt, kan je die kopen via bol.com. Dan komt die uit Duitsland. Dan heb je hem alleen met Engels ondertiteling. Mocht je de serie een keer met mij willen zien, kom hier. Dan gaan we samen Blacklist Redemption kijken. Gezellig. Ik nodig jullie allemaal uit. Ik hoop heel erg dat jullie de moeite willen nemen voor mij om de allereerste aflevering van The Blacklist te gaan kijken. Hij duurt 50 minuutjes, staat op Netflix, de pilot aflevering. En het is gewoon een hele leuke aflevering. Mocht je dat niks vinden, niet verder kijken, want de andere 100 afleveringen zijn echt precies zo. Mocht je denken, hey, dit is een ontzettend leuke serie, stuur me even een privéberichtje via Instagram, @harmfrodovissel. En ik hoor heel graag wat jullie ervan vinden. En dan tot nu toe, tot ziens, tot later.